Oh my god, het is vrijdag. We hebben het gehaald. De week is voorbij gevlogen. Het is precies alsof het wat gisteren nog maar een mobiele maandag was. En Karel met een bakfiets naar het werk was gekomen. Oh my god. Maar kan ik daarin? Is dat moeilijk evenwicht? Nee, en hoe zwaarder dat hij is, hoe makkelijker om evenwicht te houden. Oh, die bakjes. Oké, steek maar bij, steek maar bij. Oh, ik heb schrik. Ik heb ook geen helm op, hè. Karel, er zijn mensen die reageerden dat ze jou wel gaan missen in de vlog, maar kom toch nog eens langs. Oké, wat zijn we aan het doen? Ah, voilà. Ja, ideaal. Simon, zou je juist nog één ding willen doen? Zou je eens even omdraaien? Ja. En vooroverbuigen? Hottie. Yo. Oeh. Vanaf nu mag je mij elke morgen komen halen om 3:30 bij mijn thuis. We zijn onderweg naar huis met de carpool bossen na onze eerste werkdag. Het was tof, hè, jongens. Ja, het was kei. Hey, Stef. Stefke, dat is tof, hè. Stef! Dat is leuk met mij samenwerken, Stef. Geen zorgen, meisjes. Stef is nog altijd in leven. Klopt toch, Stef? Wat je misschien nog niet wist, is dat ik al jaren een stille droom koester. En Blackbox Revelation was er deze week en zij hebben mij geholpen met de voorzichtige uitwerking daarvan. Ik speel met het idee om het dat toe te zetten. Dus ik heb voor jullie een stiftje mee. Welke plek zou ik kiezen? Hoe noemen ze dat? Zo van onder? Een tramstamp. Een tramstamp, maar ze zeggen soms toch ook een aarsgewei noemen ze dat. Getekend en dan ga ik straks kijken naar het resultaat. Mijn papa gaat kwaad zijn. Ook als je kijkt. Ik ben een dikke Piet aan het tegen. Ja. Oké, ik ga kijken. Oei, is dat een lachend zonnetje? Ja. Mm-hmm. En kunt je dat motiveren? Het is uw lach. Dat is eigenlijk ik. En dan de andere zijde, de creatie van Dries. Wat is dat? Ik zie, wat is dit, Dries? Dat is een kindertekening. Ja, ja, dat is een nieuwe stijl. Ja, kijk, ja, het is een lachende zon met berenpootjes en iets leuks. Allee, bedankt. Iets nieuws dat hier vandaag is geïnstalleerd in de studio. Het is een soort van revolutionaire technologie. Het is een knop. En zodra je erop duwt, komt er een cynische opmerking van Stijn van de Voorde hier aanwezig uit. Dus even testen. Zo werkt dat niet, hè. Zo werkt... En wat... Oeh. Stijn. Zo werkt dat niet. Voor wat is die knop dan? Ja, cynisme. Zo kan je zeker in het leven staan. Maar weet je wat mooier is dan cynisme? Liefde. Vraag het maar aan Bartel van Riet. Bartel van Riet heeft gisteren op de boot van Gertje gezegd dat hij verliefd op mij is. Ik word bijna verliefd, gelukkig, van Linde Merkpool op de radio. Dat is normaal dat je zoiets meedeelt. En dat is ook normaal. Bartel heeft daar geen bijbedoelingen mee. Nee. Jij hebt het gehoord van Bartel? Van Riet. Hij wordt verliefd, gelukkig, van mij. Die is al bij mij in de tuin geweest. Alles besproeid. Het is een gieterke boven. Oh, de gieter was er. Hallo, Melinde. Ah, ja? Oh. En dan daarna gaan wij ook praten? Of wat is het plan? Maar ik mag dus naar de boot van Gertje komen. Oh, eerst het begin. Tot vanavond. Ja! Hoe het afliep tussen Bartel en mij op de boot van Gertje, dat zie je straks. Maar eerst nog een shout-out voor Gerre. Want Gerre is een man met een hart van goud en een zak vol presentjes. Ik heb cadeautjes mee. Dat meen je niet? Ja? Echt? Ja? Amai, je bent een soort van Sinterklaas. Ja. Hey, kom jongens. Huddel, huddel. Ah, Gerre, maar dat is super. Als ik plat een tube ben, dan kan ik dit gebruiken. Oh, Gerre! Magnetic photo frames en magnetisch printpapier? Ik wist niet eens dat dat bestond. Nee, creatief met kleurtjes. Oh, ja, kleurboek met dieren. Passen, passen. Allee, zeg. Oh. Je ziet er nog zo'n klein beetje door. Oh. Oké, okay, en dan is er nog Ricky. Oh, yes. Oh. Amai, dat is het mooiste welkomstgeschenk. Dat is echt heel schoon. Even nog een soort van groepsbeeld zou ik graag willen maken. Dank u. Dank u wel. Merci, Gerre. Zo. En dan zijn we er aanbeland, jongens en meisjes. De grote spitse piek
van de love story tussen Bartel van Riet en mij. Onze onverwachte verrassingsontmoeting live op de boot van Gertje Late Night. Ik ben in Antwerpen aan het MAS. En daar in de verte ligt de Ivana, de boot van Gertje. Met daarop Bartel. Wauw, jong. Het is bijna het moment om Bartel te verrassen. Ik heb wel zenuwen. Is het nu? Het is zover, jongens. Ik heb nog een verrassing. Zo je strakke kont tonen. Los op tv. Hier is ze gewoon. Linde Merkpoel! Excuse me. Wie is Bugo One Night Stand? Ik word bijna verliefd, gelukkig, van Linde Merkpoel op radio. Dat was een behoorlijke verrassing. Ik werd er zelfs voor een beetje verlegen. Ik zag het. Hallo, dag Gert. Hallo. Ja hoor. Dank je. Mooie boot, zeg. Zou jij eerst nog één ding willen doen? Dag Bartel! Zo, beste vlogdudes. Dat was hem alweer, de vlog van deze week. Als uitsmijter krijgen jullie nog een kusje van de sidekick van Jan-Jaap van der Wal. Of een ongeval in de tunnel. Tot volgende week, beste kijkers. Jonas, zet maar wat luider. Het is vrijdag. And I don't want the world to see.